Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe vlog van dressage.eu. Vandaag kijken we terug op ons jaar 2020. Maar vooraleer we dat gaan doen, wil ik jullie alvast allemaal bedanken voor het kijken van al onze vlogs in 2020. En hopelijk zien we jullie ook allemaal terug in 2021. De eerste vlog van 2021 kunnen jullie bekijken op 10 januari om 8 uur 's avonds. En dit zal opnieuw een unboxing video zijn. Maar voor nu al veel kijkplezier, fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. We beginnen uiteraard bij januari. En januari begon voor ons een klein beetje in mineur, omdat we toen afscheid hebben genomen van Dark Chocolate, mijn juniorenpaard. We hebben hem verkocht naar een para-equestrian-ruiter in Japan. En we hebben nog regelmatig contact met die mensen en hij stelt het daar supergoed. Dark Chocolate, ja, was voor mij sowieso een heel speciaal paard. Ik heb 3 EK's met hem gereden en ik heb ook 3 keer zilver behaald op het Belgisch kampioenschap met hem. Dus ik heb heel veel leuke wedstrijden met hem mogen rijden en heel veel ervaring met hem mogen opdoen. Dus hier zien jullie bijvoorbeeld een filmpje van de prijsuitreiking in Saumur met Dark Chocolate. De CD in Saumur was een van mijn favoriete wedstrijden met hem. Daar scoorden we ook altijd heel goed. Dus vandaar is dat zelfs vandaag nog altijd een van mijn favoriete wedstrijden. Dan in februari heb ik meegedaan aan een hele leuke teamchallenge in Flanders Horse Expo. Daar maakte ik deel uit van het team van Isabel Kool. En wij hadden als leuke teamnaam Kool in the Gang. Hier zien jullie een stukje uit mijn kuur op muziek. Zij moesten allemaal kuur op muziek rijden en dan kregen we per team punten toebedeeld. Dus dat was een heel leuke challenge om mee te doen. Dat is niet echt een officiële wedstrijd, maar het is toch nog leuk om ervaring op te doen en om de kuur op muziek nog eens te kunnen oefenen. Eind februari ga ik ook altijd naar de CD-wedstrijd in Lier. Ook een van mijn favoriete wedstrijden ieder jaar. Hier zien jullie een stukje uit mijn proef. Ik had dit jaar ook heel goed gescoord met Lamborghini tijdens de CD in Lier. Het is altijd een hele leuke wedstrijd. Zeker het is indoor, maar het is een hele mooie wedstrijdpiste om in te rijden. Hier zien jullie ook nog een filmpje van de prijsuitreiking. Dit was denk ik de prijsuitreiking van de kuur op muziek. Nogmaals voor die winnares, Maria Robsen, Kondernetje de Lamazen, de tweede plaats, Linda Erwin Duitsland, Zoe Kaartjes, de nummer 3 en Kitty Go, de nummer 4, Brittany Dion, Carapa de Nederlands, Laura Luiten, Belgium, Lamborghini en 6, Laura. En op stal werd er in februari vooral heel veel geslapen, vooral de jonge paarden. Dus op deze video zien jullie 2-jarigen.
Dat zijn veulentjes. Van het jaar ervoor dan. En deze ook een tweejarige. Allemaal een beetje moe. En dan natuurlijk niet te vergeten, Bandiet, een van mijn mini-paardjes, haalt altijd wel een beetje kattenkwaad uit. En ja, met zijn etensbakje gooien en spelen vindt hij helemaal geweldig. Dan in maart start bij ons een beetje traditioneel het veulenseizoen. Dit was het eerste veulentje dat geboren was. We hebben er de naam Una Bellissima gegeven en het is een merrieveulentje. Dit is een video van ja, tijdens de bevalling. En hier staat ze voor de eerste keer recht, nog een beetje wankel, maar dat is uiteindelijk allemaal uiteraard goed gekomen. En ze kan ook heel een beetje gek doen. Zeker in het begin, als we er nieuw stro in de stal deden, dan moest ze altijd een beetje onnozel doen. En dit is dan een filmpje van de eerste keer op de wei. Toen was ze nog klein, ondertussen is ze uiteraard al wel een heel stuk gegroeid. En is het echt de schattige er al af. En deze was het tweede veulen voor ons van het jaar. Dat was een hengstenveulen, een zwart hengstenveulen. En hem hebben we de naam Il Nero di Casanova genoemd. We komen op die naam uit deze moederlijn. Geven we alle nakomelingen altijd een naam die te maken heeft met drank. En Il Nero di Casanova is een wijn. Dus vandaar de naam. En dan het derde veulen is ons ponyveulen. Die noemt Con Amore. Deze is ook de eerste keer op de wei. En nu ziet ze er nog tamelijk vos uit. Maar ondertussen is ze veranderd in een heel lichte palomino. Maar ze is dus geboren als heel licht voskleurig. Maar geëvolueerd met verharen naar een ja, licht palomino ponyveulen. Ook een merrieveulentje dit. En altijd heel trots paardje geweest. En dan in april. April begon een beetje lui voor sommigen. Dus dit is Bandiet die een beetje ligt te slapen. En ook Asha was een beetje moe tijdens april van al die lockdown, denk ik. En ondanks de lockdownperiode ben ik wel heel hard blijven verder trainen en had ik besloten om Lamborghini al stilaan de Grand Prix oefeningen aan te leren. Dus hier zien jullie al een stukje van zijn eerste passage passen. En ook mei begon voor sommige paarden toch een beetje vermoeiend. Hadden blijkbaar 's nachts zware feestjes gehouden in het stal. Deze is Lotus, dat is een vierjarige. En hier zien jullie dan het volgende veulentje dat bij ons geboren was. Een merrieveulentje die we Paradise hebben genoemd en die op voorhand al verkocht was. En dan het hoogtepunt van ons in mei was toch wel onze twee nieuwe huisbewonertjes. Dus we hadden twee chihuahua puppietjes eind maart gekocht en die zijn dan in begin mei naar huis gekomen. Het zijn super energieke beestjes. Het bruintje hebben we Diva genoemd en de wit met zwart noemt Prada. En ja, die hebben heel veel uren gespeeld in de zomer. En ja, het zijn gewoon super grappige beestjes. En hier zien jullie Diva met een van ons oudere hondjes. En de kat die had haar eigen plekje gevonden om op de puppietjes te kijken. Dan gaan we naar juni en dat is begonnen zoals mei is geëindigd. Met puppies die veel spelen en een beetje de boel afbreken. Maar allemaal wel heel grappig. Nou, dit was in juni de eerste wedstrijd terug na de lockdownperiode. Het was eigenlijk ook al meteen een wedstrijd die in aanmerking kwam voor de selectie voor het Europees kampioenschap. Dus hier zien jullie dan ook een stukje uit mijn proef. Het was wel terug even wennen na de lange lockdownperiode om terug op wedstrijd te gaan. Dus we moesten er eventjes terug in komen.
Dan in juli ben ik begonnen met een internationale wedstrijd in Grote Brogel. Dit was ook al meteen een belangrijke wedstrijd voor het Europees kampioenschap. En ook eindelijk waren er terug mini-wedstrijden. Dus kon ik eindelijk terug op wedstrijd gaan met mijn mini-paar, waar ik heel blij voor was. En het was een goede wedstrijd geweest, zoals jullie kunnen zien aan alle bekers en trofeeën. Dus ik was heel trots op alle drie mijn mini-paarden, die toch heel veel reeksen gewonnen hebben en het alle drie geschopt hadden tot de kampioensringen. En dan gaan we naar augustus. Augustus begon voor mij best wel spannend. Hier zien jullie een filmpje van de allereerste keer dat ik mijn Grand Prix paard Indy ging testen. En ondanks dat het nog niet helemaal heel vlekkeloos ging, had ik wel een heel goed gevoel bij haar. En ik had meteen wel het gevoel dat ik met haar een klik had. Dus dan hebben we ze achteraf ook gekocht. Het is sowieso een heel fijn paard om mee te werken. Ze is altijd heel meedenkend en ze heeft ook altijd zin om te werken. En dat gevoel had ik ook al gelijk met de allereerste keer dat ik haar ging testen. Dan in augustus hadden we ook het Europees kampioenschap der jongrijders. Hier zien jullie een foto van ons team. Het was een heel leuk EK, we hadden een heel leuk team en ook een hele leuke sfeer. Dus we hebben ons daar zeker heel hard geamuseerd. Maar daarnaast hadden we ook allemaal heel mooie prestaties neergezet. Ik heb zelf ook iedere proef een plaats in de top 15 kunnen veroveren. En ook mijn minis mochten nog eens een keertje mee op wedstrijd. En het ging eigenlijk nog beter dan de wedstrijd in juli. En hier op het filmpje zien jullie Maiko tijdens een tweede obstacle parcoursje in zijn leven. En ook dat van mij trouwens. En tijdens obstacle moet je dus allerlei obstakels overwinnen. En het paardje dat het beste uitvoert, die wint natuurlijk. En buiten de ene aarzeling in het begin van het filmpje, deed Maiko het super flink en die reeks hebben we ook gewonnen. Ik denk persoonlijk dat we ze vooral gewonnen hebben door de oefening dat jullie nu zien. Dan moet ze over een balkje eigenlijk opzij gaan. En dan moet ze het balkje niet of maximum twee keer raken. En Maiko doet dat super goed. Die schaart heel mooi in zijn benen, zoals we in de dressuur zeggen. Dus ik denk dat ik persoonlijk daar een beetje het verschil gemaakt heb. En hij is natuurlijk ook super knap. En natuurlijk waren er nog steeds onze puppies die verder aan het opgroeien waren en nog meer kattenkwaad aan het uithalen waren. En nog altijd even schattig zijn natuurlijk. Ah ja, en rennen kunnen ze ook. En ruzie maken ook, want in onze tuin liggen natuurlijk heel veel takjes, maar natuurlijk willen ze altijd hetzelfde takje van elkaar. Dan september, het hoogtepunt van september was voor mij toch wel de beker van België. Ik heb aan de beker van België kunnen winnen. En hier zien jullie nog een klein stukje film van mijn kuur op muziek. De beker van België is ieder jaar ook een hele leuke en gezellige wedstrijd. Dus vandaar ben ik ook heel trots dat we dat hebben kunnen winnen.
En nadat ik de beker van België had gewonnen, moest dat uiteraard thuis gevierd worden met mijn hondje Prada. Dan in oktober is eindelijk een van mijn dromen werkelijkheid geworden. En ik ben Belgisch kampioen geworden bij de Young Riders. Het was een heel spannende wedstrijd. We waren met drie ruiters heel erg aan elkaar gewaagd. Nadat ik al enkele jaren zilver had behaald, was het toch wel mijn droom om ook eens een keertje het goud te kunnen behalen. En dat is mij dit jaar ook gelukt, dus daar was ik heel blij mee. En ik was ook heel trots om dat samen met Lamborghini te kunnen doen. Belgisch kampioenschap zaten, toen de puppy's thuis nog altijd waar ze het beste in zijn. En dat is natuurlijk het huis afbreken. En dan gaan we naar november. En in november kan het traditioneel al wel eens goed regenen. Ik zelf vind dat niet zo heel leuk, maar ik heb zo'n paar fokmerries die dat echt de max vinden op plas water. Nu, zo zijn die filmpjes wel grappig. Als ze dan achteraf terug op stal komen, zien ze er wel wat minder grappig uit natuurlijk. Echt helemaal onder de modder. En november is ook, wordt het ook wat kouder en dan komt een van onze boerderijkatten terug binnen. En ook in december heeft de kat wel een beetje statement gemaakt door... op mijn bureau altijd een beetje in de weg te komen lopen. Niet echt geïnteresseerd te zijn. Maar vooral, ja, altijd zichzelf, zoals ons kat is. Maar die was dus ooit wild. Verder het hoogtepunt van december was de fotoshoot dat we hebben gedaan met de MB Parenfotografie. Daar hebben we echt heel veel superleuke en mooie foto's van. Dus daarom dat we daar op deze vlog mee eindigen. Dus ik zou zeggen, allemaal... bedankt om te kijken en hopelijk zie ik jullie volgend jaar allemaal terug.